instellingen wat ze hebben. Wat is het werkbaar? Is het een werkbaar systeem? Maar als het niet mijn zorg dat er überhaupt ooit een beginprobleem was met kind in basisschool, dat ben ik eigenlijk al vergeten, want het is nou alle focus is hier. En blijkbaar gaat deze nog iets doen. Duidelijk te zien, hè, hoe ja, je ziet gewoon een kind staan. Het is zo duidelijk. De hele uitstraling, de hele uitdrukking, de houding, net zoals bij haar. En bij een brainstormer bent en überhaupt nog iets concreets wil maken. Ja, ik wil echt iets vernieuwen. Ja. En dan zitten dus mensen die vanuit het oude systeem jouw kritische vraag gaan stellen. Als je, misschien is de vraag dan meer hoe overtuig je mensen ervan dat jouw probleem een probleem is en dat, dat je daar iets mee moet. Dus niet. Ja, blijf scrollen. Ja. We gaan heel erg van dat daar een dat heb je dan al vaker naar afgelopen. Dat was wel een groot probleem. Ik heb wel het idee dat de ouders en de zelf heel graag een lijntje met de school willen houden. Hier sla je eigenlijk de hele stap VMBO over. Ja. Want je bent die ouders aan het matchen met bedrijven. Ja, en dat is weer wat er ergens anders weer terugkomt. Volgens mij wordt de VMBO. Ook wat hebben wij die kind te bieden? Oké, dit was juist VWO. Als je nooit bent, dan heb je ouders die VWO zijn. Je focust niet op het VWO, maar op het VWO waar ze maar op het effect. Het effect van als jouw kind een VWO-diploma heeft. Dan kom je toch bij het gaan juist op die manier aantrekkelijk maken van techniek. Dus weer visualiseren, dus zorgen in scholen en in gebouwen dat de techniek niet verstopt zit in een techniekruimte, maar dat de techniekruimte midden in het gebouw aanwezig is en zichtbaar is. Zit er nog achter? Ja, je blijft daar. Maar we hebben nu 103 ideeën en het lijkt mij een heel mooi moment om in ieder geval even dan dit stuk in het proces af te sluiten. We hebben allerlei ideeën gegeven en nu is het klaar. Ja, ik krijg een diploma. Voor de volgende stap. En ik wil vaak na het eten eigenlijk door met de laatste twee stappen in het proces. En dat Ja, nee, ik ben het een keer op het precies, hè? Ja, dat is wel een Dat is dus de missie die je hebt. Ja, dus de helft van het. Dus ik denk dat je het op moet splitsen. Dus vanuit nieuwsgierigheid, buiten je bubbel, anderen ontmoeten, zien en gezien worden, geïnspireerd raken, is denk ik allemaal visie. Ja, dat klopt, daar staat je nu. En daarmee leren over jezelf. Ja, ik denk de hele tijd toch vanzelf richting de app. Ja, dat weet ik. Maar het gaat even hier over zin. Die ogen die naar je kijken. Ik weet het nog niet helemaal precies, maar ik wil best graag met gootjes. En waarom daar? Ik vind het echt gezellig. Ja, maar dat is een stukje nou net. Het was super. Je loopt daar een stukje naar gezellig. Ja. Heb je hiermee dan de basis compleet? Ja. Ja. Oh, fijn. Fijn om te horen. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Ik heb wel een leuk. Nee, maar dat vind ik wel fijn om te horen. Dat is juist fijn. Ja. Nou, dacht ik ook iets.
met een online spel, een platform voor studenten waarin ze dus daarmee aan de gang kunnen gaan. Samen met ouders moet ik in gesprek gaan over het kind. Dan moet ik dan een beetje, nee, nu is Oost, lillemondige ouders. Zo, echt geen voet aan de grond krijg jij. Niets. Nee, ik ben echt heel benieuwd. Ik zie ze zitten bij ons. En hoe jong ze zijn. Ja. Nou, jij hebt mij verteld. Ja, hoe noem je dat nou? Gitter. Gitter. Ja. En dan houdt ze daar gewoon labcoats. Vraag is: we beschrijven welke pijnpunten de klant ervaart bij het uitvoeren van zijn of haar handelingen. Beschrijf het probleem waar jij een oplossing voor hebt.